Welkom bij dit webinar, het eerste webinar van 2013 binnen de reeks Internationaal Ondernemen voorover nieuwe markten. In het webinar leggen we de focus vandaag op ondernemen in Polen. Nederland staat op de 7e plek van belangrijkste handelspartners voor Polen, zowel als het gaat om import als export. De recessie gaat tot nu toe nog helemaal voorbij aan Polen, dat is goed nieuws. De economie noteert nog steeds groeicijfers. Een interessant feit is dat niet iedereen dat weet, en daar gaan we het vandaag ook zeker over hebben, is dat Nederland op dit moment de grootste buitenlandse investeerder in Polen is. En dat natuurlijk naast de EU. Dit webinar maakt deel uit van de campagne www.voorovernieuwemarkten.nl. In ons midden vandaag hebben we een van de deelnemers uit die campagne. Die campagne wordt georganiseerd door TNT Express en MKB Nederland om ondernemers daadwerkelijk ook stappen over de grens te laten maken. Vandaag de gast, Trudy Timmerman van het bedrijf LED Factory. Welkom, Trudy. Aan deze zijde Martijn van Reenen, investeerder in Polen van Momentum Capital, ja. Als ik het goed zeg. En daar zit de heer Frank Hoyting van KDE Energy. Welkom alle drie. Het leuke van een webinar is, en laten we dat nog heel even bespreken, dat wij te maken hebben met een virtueel publiek. En die zitten allemaal in een chatroom. En in die chatroom kunnen jullie met ons communiceren. En dat zie ik hier in mijn scherm. Dus vanuit hier kan ik met jullie gesprekken aangaan. Dus we nodigen jullie ook uit om zowel aan Frank, Trudy en Martijn vragen te stellen. En ik zal die vragen dan ook meteen in de uitzending brengen, zodat we daar lekker interactief gesprek van maken. En om dat meteen maar even te gaan testen, beginnen we met een poll. En in die poll hebben we voor jullie een aantal vragen klaargezet. Dus reageer er even op, dan gaan we daar gelijk mee aan de gang. Dus ik vraag heel even aan de regie om de poll in beeld te brengen. Daar is die. Eerste vraag van de poll is een grote. Wat is voor jou de belangrijkste reden om te gaan investeren in Polen? Is dat de grote afzetmarkt van 38 miljoen inwoners? Is dat de harde groei van de Poolse economie met meer dan 3,4%? Zijn dat de grote investeringen die de overheid doet in infrastructuur? De lage lonen en het goed geschoolde personeel? Of als laatste de centrale ligging in Europa? Nou, als jullie even stemmen, dan ga ik alvast even naar jou, Martijn. Wat was nou voor jou de belangrijkste reden om juist in Polen te gaan investeren? In 2008 was onze onderneming vooral gefocust op investeringen in de eurozone. Dus eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er in eerste instantie een reden was omdat wij weg moesten uit de landen waar wij op dat moment investeerden. Wij geloofden dat het een probleem zou gaan worden in de eurozone. En de verrassing was eigenlijk dat Polen het veel beter deed. Dan niet alleen de landen in de eurozone, maar ook alle omringende landen. Het is niet te vergelijken met Bulgarije of met Oekraïne. Dus je zag echt dat Polen ver boven de markt uitstak op het gebied van investeringen, economische groei. En 2008 heb je het over? Heb ik het over 2008. En dat is alleen maar toegenomen? Ja, dat begon zijn vruchten af te werpen voor ons in 2008. En het werd voor ons duidelijk dat Polen eigenlijk hele andere kaarten had voor de aankomende jaren. En wij voorspelden op basis van de cijfers economisch gezien dat de groei daar toch wel zou aanhouden, ook al had niemand dat verwacht. Dus ja, de term help de Polen de winter door is ver achter ons. En die groei die hebben ze weten vast te houden. Even over jouw bedrijf. Ik zal heel eventjes de website in beeld brengen van jullie organisatie. En ik pak daar gelijk een leuk voorbeeld bij van de mobiele fabriek. Ja. Ik schakel even mee. Dus daar zien jullie Momentum Capital. Ja. Vertel heel even kort wat jullie doen en waarom dit zo'n leuk voorbeeld is. Wat wij doen als ontwikkelaar en als investeerder is wij investeren in gebiedsontwikkeling. Dat is dus niet het creëren van één gebouw, maar het creëren van bijvoorbeeld een hele woonwijk. Ja. In een grote planmatige aanpak. En wij specialiseren ons in de grondontwikkeling, dus infrastructuur, bestemmingswijzigingen. Dat is de focus die wij op dit moment hebben. Ja. En we werken daarbij samen met een aantal andere bedrijven. Dus als wij oude betonstructuren moeten opruimen, dan werken we met een mobiele fabriek, waar we ook aandeelhouder van zijn. En die ruimt beton op? Ja, die ruimt eigenlijk oude betonstructuren, bijvoorbeeld een oud militair kamp of een ander gebouw. Die wordt lokaal gerecycled. Ja. En worden de materialen tot nieuwe bouwmaterialen gemaakt. We werken ook met andere bedrijven, bijvoorbeeld voor de sanering van verontreinigde grond. Zodat dat zijn dan die andere, dat is meer een consortium wat jullie hebben gevormd om dit te doen. Ja. Trudy, jij gaat daar aan de slag, of jij bent daar aan de slag met de LED Factory. Wat doen jullie precies? De LED Factory is een bedrijf dat ontwikkelt en ontwerpt LED-verlichting. En wij produceren dat ook zelf. Dus van A tot Z hebben wij het hele alles in beheer. Ja. Wat wij doen, of als extra's doen, is dat wij onze klanten ontzorgen. En we hebben een aantal branches waarin we heel actief bezig zijn. En als je kijkt naar, je bent een van de eerste winnares van Voorover Nieuwe Markten MKB Export Award. Ik ga heel eventjes naar jouw pagina. Die zien we als het goed is daar in beeld komen.
Je hebt de 112 stemmen. Waarom heb je nou juist geselecteerd Polen als land? Wij schoten als bedrijf een beetje met hagel, want je hebt verschillende landen waar je naartoe kan. En we kregen aanvragen vanuit die landen binnen. En toen hebben we gezegd, van, ja, als we als bedrijf de volgende stap willen nemen, moeten we dat toch heel gericht gaan doen. Ja. En Polen was voor ons in die zin een logische stap. Ik ken het land al vanaf dat ik een jaar of 8 ben. Vertel. En mijn vader heeft daar landerijen alles liggen. En in die zin, je ziet het land gewoon groeien. En vooral de afgelopen paar jaren, het is niet normaal wat daar allemaal gebeurt. Dus we zeiden van, als we dan een slag willen slaan, dan moeten we daarin meedoen. Ja. En die duurzaamheid, want LED-verlichting wordt natuurlijk geassocieerd met 2 dingen. Duurzaamheid en besparing op de lange termijn. Ja. Is dat een van de argumenten waarom je ook weer Polen kiest? Of? Kijk, wij doen alles een beetje vanuit passie. En dat proberen we in ons hele bedrijf door te voeren. De mensen die er werken, et cetera. En Polen heeft in die zin ook een stukje sentiment, omdat je daar al mee bezig bent. Je gelooft er gewoon in. Ja, absoluut. En je ziet gewoon dat die mensen ook vooruit willen. Dus die zijn bezig met wat de stappen ze hierna moeten nemen en wat daarmee kan gebeuren. En in die zin denk ik dat wij daar heel goed bij aan kunnen sluiten. Echt het geloof in het land. Frank, is dat voor jou ook zo? Het geloof in het land of is er een zakelijke component die erbij komt? Ja, beide. We geloven in het land, omdat hebben we zien dat er inderdaad een enorme infrastructuur, veel mensen wonen, er een enorme industriële activiteit is, die groeiend is, hebben we economie ook inderdaad stabiel is. En wat dat betreft zien we in het ontwikkelen van duurzame energie, ook gestimuleerd door de Europese Unie, maar ook door wetgeving, elk land. Je zegt nu heel veel tegelijkertijd, hè? Dus jullie geloven in duurzame energie. Wat doet KDE Energy precies? Want dat is misschien even goed voor de context. Ja, KDE Energy ontwikkelt in 5 landen in Europa windparken. Ja. En in Polen doen we dat in het noorden, het westen en het zuidwesten. Duurzame energie ontwikkelen we, of die windparken ontwikkelen we, bouwen ze en exporteren. Dat zijn grote projecten. Het zijn grote projecten, variërend van 20 tot 100 miljoen investeringen. En die haal je op in Nederland, met Nederlandse participanten, of is dat ook allemaal in Polen? Meestal wordt het gefinancierd zowel door mede-investeerders die we zoeken, maar ook door banken. We zoeken leningen bij banken. Wat dat betreft, Polen zagen we als een nieuwe uitdaging. De concurrentie was er nog niet zo groot als in andere Noordwest-Europese landen. Er was een grote behoefte aan duurzame energie. 95% van de Poolse elektriciteit wordt opgewekt in kolencentrales. Je kent de discussies hier in Nederland, dus dat is niet goed. Dus ook de Europese Unie heeft gezegd, we moeten naar duurzaam toe. Er is nu een wetgeving geïntroduceerd die duurzame energie support. Voor mij herken ik, zie jullie altijd knikken, dus dat herkennen jullie ook echt. Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk een iets wat ook gestuurd wordt vanuit de EU. Ja. De Polen zelf, het woord duurzaamheid is niet te vertalen in Pools. Er is daadwerkelijk geen vertaling voor. Maar financieel bewust zijn ze op zeker. En dat aspect van duurzaamheid vinden ze belangrijk. Als het gaat om het milieu, dan is dat toch echt iets wat vanuit Europa heel sterk gestuurd wordt. Maar daar zal je alles van weten, Frank. Het is natuurlijk een enorme uitdaging te gaan om op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie onder andere een sprong te gaan maken. En die inhaalslag, daar hebben ze heel bij nodig. Ze moeten in 2020 moeten ze aan de bepaalde normen voldoen, volgens mij. En feitelijk zeggen jullie met z'n drieën, een grote kans ligt hem in het feit dat je daar nu als Nederlandse expertise bedrijven, dienstverleners en producenten iets mee kan gaan doen. Ja, elk land heeft een nationale doelstelling vanuit de Europese doelstelling, 20% in 2020. En voor Polen ligt die op 15%. En er wordt nu 6% duurzaam geproduceerd. Waar eigenlijk 3% in bijstoken van biomassa die over de hele wereld aangesleept wordt. En wat ook gelimiteerd wordt in de nieuwe energiewet dadelijk. Dus er wordt eigenlijk maar 3% uit duurzame bronnen, wind, water en zon, geproduceerd. En hoe is dat in Nederland bijvoorbeeld? Dat is een slecht voorbeeld. In Nederland zit op dezelfde 3%. Hè. Dus wat dat betreft loopt Nederland absoluut niet voor. Okay. Ja. Maar er is ik kan wel kort iets aanvullen op basis van wat je ook zegt, Frank. Er is een probleem, het moet betaald worden. En dat is een gevoelig onderwerp, ook voor de Polen. Op het moment dat je je doelstellingen dus niet haalt, moet je een boete gaan betalen. En dat zijn flinke boetes. Ja, klassisch van 4 ton per dag. Ja, die buurt gaat het op. En dat betekent dat je dus een paar 100 miljoen per jaar moet gaan betalen omdat je je quota niet haalt. Dus dat is een goede motivatie voor mensen om te veranderen.
En je ziet dus op het gebied van energie, maar ook in projectontwikkeling, waar wij mee te maken hebben, dat duurzaamheid dus verplicht wordt. En als er boetes aan verbonden wordt, wordt het een economisch belang. En dan zie je dat mensen meer gemotiveerd zijn. En de Polen beginnen dat steeds meer door te krijgen. Even een vraag aan de kijkers. Zijn er al vragen aan Trudy, Frank of Martijn als het gaat over Polen als land? Dan horen we dat natuurlijk graag. We maken heel eventjes een sprongetje. Nu we een klein beetje weten wat jullie doen en waarom jullie kiezen voor Polen en waar de kansen liggen. Een sprongetje naar het personeel. Want je krijgt, als je in Polen daadwerkelijk zaken gaat doen, nu te maken met personeel. En dat kan zijn vanuit een vestiging daar, dat kan zijn omdat je samenwerkt met partners, dat kan vanuit allerlei hoeken zijn. Frank, jij gaf aan in de Business Guide dat jij het liefste werkt met personeel onder de 35. Ja, dat klopt. Dat is een leeftijdsvoorkeur, zeg ik. Ja, het is niet discriminant, maar het is gewoon gebleken. We hebben geprobeerd, en je werkt het ook in de dagelijkse zaken doen. Je kunt het beste met jonge mensen werken. Die zijn ambitieus, goed opgeleid. En wat dat betreft werkt het veel prettiger. We hebben geprobeerd bijvoorbeeld een directeur Polen te vinden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Omdat je toch iemand met wat senioriteit zoekt. Mensen van die een jong team laat zich niet aansturen door een pool van boven de 35. Dat is een echt generatie. Er zit een generatieverschil en dat komt natuurlijk vanuit het verleden. Maar de jonge pool is ambitieus en ondernemend en wil heel graag. Is er nog iets te zeggen over regio's? En ik vind het wel leuk om jullie heel even mee te nemen naar de kaart van Polen. Omdat, en ik schakel nu heel even naar het scherm, daar komt-ie. Polen ligt op zo'n 10,5 uur rijden van Nederland, althans Warschau. Ja. Het is omringd door een aantal landen. Duitsland, Tsjechoslowakije, bovenkant zitten we aan de zee. Dus het heeft allerlei toegangspoorten. Waar zitten nou, zeg maar, voor jullie waar zitten jullie zelf? En waar zitten nou de goede personeels? Waar zit het goede personeel? Even de kaart laten staan. Heb je daar een beeld bij? Ja hoor. Ja. Zit er universiteitssteden of hogescholen? Of moet ik dan... Ja, kijk, je moet je voorstellen dat 10% van alle Europese mensen die afstuderen op een universiteit, studeren af in Polen. Ja. Dat is ontzettend veel. Dat betekent dat het opleidingsniveau in Polen dus enorm hard aan het stijgen is. Eigenlijk eigenlijk de laatste decennia al, want ook tijdens het communisme werd er gestudeerd in Polen. Dus het kennisniveau groeit enorm. En dat zie je dus inderdaad met name in steden als Poznan, wat echt een studentenstad is. Warschau, maar ook Gdansk. Krakau, eigenlijk alle grote steden. Nou, laten we daarmee beginnen. Als je de blauwe streep volgt vanuit Amsterdam, dan kom je, afhankelijk van hoe snel je gereden hebt in Duitsland, kom je over de grens, kom je eerst Poznan tegen, daar zit je nu. Dat is 8-9 uur rijden inmiddels. Ja. Die weg die was heel slecht, maar daar kom je nu heel makkelijk. Nou, Poznan is echt een groeiende stad, de tweede stad van Polen, waar zo'n beetje 1/3 van alle mensen die daar rondlopen op een universiteit of een hogere school zit. Dus een heel bruisende omgeving waar veel jonge mensen zijn en heel veel kennis is. Zijn jullie daar ook actief? Nee, Poznan niet. Wel in het noorden in Stettin, ook een studentenstad. Wroclaw, ook een studentenstad. Stettin ligt hierboven, hè? Ja. Een kaartje erbij. Ja, ja. Dat ligt net een uur rijden van Berlijn. Ja. En ook Wroclaw is een grote studentenstad. Over een miljoen mensen wonen er. En wat dat betreft... Je vindt er heel veel jonge, ambitieuze Polen. Even door naar het verhaal van Martijn. Werkt heel prettig. Lekker op dreef. Ja. Ging je van Poznan verder het land in? Ja, en ik denk als je echt als meer corporate organisatie, als multinational bezig bent, dan zul je toch je weg uiteindelijk moeten vinden richting Warschau. Ja. Waar 2,5 miljoen mensen wonen, waar de grotere universiteiten zitten. En het hangt dus ook van het soort bedrijf af wat je bent, waar je moet gaan zitten. Als jij heel erg in de financiële wereld zit of heel technisch en een grote organisatie hebt en op het grootste niveau mensen moet kunnen bereiken, dan ga je waarschijnlijk naar Warschau. Heb je grote projecten, maar heb je niet de noodzaak voor al die grote multinationals om daarmee te werken, dan kan je inderdaad heel makkelijk naar die andere plaatsen. Wat heel goed is, en wat Frank net ook heel goed illustreert, is dat er dus meerdere steden zijn waar heel veel universitaire opleidingen zijn en ook technische opleidingen zijn. Dus wat dat betreft is de kennis in Polen wel heel goed verdeeld. De nadruk ligt op bepaalde steden, maar je kunt in de meeste regio's van Polen wel een stad vinden waar goede mensen te vinden zijn. Zijn dit voor jou nou nieuwe cijfers of nieuwe informatie? Kun je hier wat mee? Ja, hier kan ik absoluut wat mee. In die zin, wij richten ons gewoon meer op de gebieden nu waar we al wat aanvraagjes vandaan hebben. En waar je kan groeien. Dat is richting Krakau en richting... Zuidoost. Ja.
Krakau, hier beneden. Ja. Occident is dat. Dus ja, goed, en dat is omdat je daar de bekenden allemaal hebt zitten. Ja. Maar daar kwam jouw familie ook vandaan? Nee, mijn familie zit weer net iets meer omhoog. Ja. Een tante, et cetera, komt er inderdaad vandaan. Maar in die zin is het voor ons daar makkelijker om te zitten. En ja, goed, Warschau is in die zin, als je dat dan hoort, dan denk ik van ja, inderdaad, waar meer mensen zijn, zijn meer potenties. Ja. Ja. Even dat personeel. Hè. Dus het opleidingsniveau is goed van de jongere generatie. Even vandaar ook expliciet die vraag van 35. Spreken steeds beter hun talen, zijn ambitieus, willen vooruit. Maar er is natuurlijk een hele grote groep die dat nog niet willen. Jullie focussen alle drie denk ik daarom op die jongere doelgroep, mag ik dat zeggen. Ook in, als je kijkt naar de consument, die gaat ook steeds meer te besteden hebben naarmate er meer wordt verdiend, naarmate dat land groeit. Speelt dat voor jou een rol, Trudy, met jouw product? Of zit je helemaal business to business? Nee, wij zitten hoofdzakelijk business to business. Alleen in die zin, ons bedrijf bestaat nu ook uit een team met alleen maar jonge mensen. Ja. En je merkt ook gewoon in het buitenland de aanvragen et cetera, die we daar vandaan krijgen, dat het ook hoofdzakelijk de jongere generaties zijn, omdat die daar veel meer mee bezig zijn van wat gebeurt er allemaal. Is het niet de duurzaamheidsvlak, dan wel de besparing, dan wel de innovaties, wat je allemaal met zoiets kan. De onbeperkte mogelijkheden. Dus in die zin doen wij veel meer zaken met jongere mensen inderdaad. De vraag van meneer Westra is, ervaren jullie nou verschil tussen Oost en West? Ja, absoluut. Hele goede vraag overigens. Want Polen wordt natuurlijk als een land gepositioneerd. Maar eigenlijk zijn het net als Nederland allemaal gebieden. In Limburg is het anders zaken doen dan in Friesland. Ja. En dat is in Polen zeker ook het geval. Dat betekent dat er sowieso, zoals er strijd is tussen Rotterdam en Amsterdam, is er ook strijd tussen Poznan en Warschau. Dus als jij als onderneming uit Warschau in Poznan zaken gaat doen, dan sta je op minstens 1-0 achter. Maar ook de mentaliteit is anders. Het is in het Westen meer te vergelijken met de cultuur die je ook in Berlijn ziet, ook qua werk. Dat is dus iets meer creativiteit, vind ik daar. Iets minder hiërarchie. Gemoedelijk. Wordt het, Ja, en dat komt het communisme ook sterker. Warschau is natuurlijk een belangrijke pilaar van het bolwerk geweest. En met dat grote paleis wat er nog steeds staat. En ik kan ook aansluiten op de opmerking die er gemaakt werd over het opleidingsniveau. Ik denk dat de aanvragen die jij binnenkrijgt, Trudy, van jonge mensen komen. Omdat je ook ziet dat veel ondernemingen ook geleid worden inmiddels door jonge mensen. Ja. Het bestuur. Neemt ondernemerschap daar ook echt een vlucht? Absoluut. Alleen dat is ook het probleem van de Polen heel lang geweest. Het opleidingsniveau is goed, alleen de mentaliteit, die loopt nog wel achter. Dus je ziet dat mensen wel opgeleid zijn en wat willen. Durven Polen, als je het hebt over lef, avontuur? Absoluut, alleen ik denk dat het nemen van initiatief niet een onderdeel van hun cultuur van de afgelopen 50 tot 100 jaar geweest is. En dat is moeilijk voor ze. Ja, je herkent dat? Ja, dat herken ik. Ja. We hebben de echte plannen maken en een strategie uitzetten, dat laten ze graag een ander doen. Maar ja, ze zijn heel loyaal, maar ze denken ook wel mee. En je ziet die verandering wel komen. Dat plannen maken, dat las ik ook in de Business Guide. Het plannen maken is natuurlijk iets wat wij als Nederland graag verkopen. Plannen maken, concepten, bedenken. Ja. En hoe combineert dat dan? Is dat eigenlijk een goede match? Het is ook makkelijk praten natuurlijk. Hè. Je hebt de ervaring vanuit West-Europa. En je kunt die gebruiken ook implementeren in Polen. Nou, en dat doe je dan ook. En daar maken Polen ook weer gebruik van. En je ziet het wel snel groeien. En ze kopiëren ook dingen snel. We hebben nog een leuk plaatje van hoe de populatie, de werkpopulatie in Polen eruit ziet. Martijn, kan ik dat even in... Komt eraan, komt in beeld. Dan kunnen we nog heel even kijken hoe dat zich verhoudt tot elkaar. In aantallen miljoenen inwoners. Als die er is, als die er niet is, is die er niet. Hij was er. Geen plaatje van Polen. Ja, daar is die. Global growth rate, ook belangrijk, maar dat hadden we al. Plaatje Polen slaan we even over. Ik weet het maar in mijn hoofd. Zal ik er iets over zeggen? Kijk, nou, ik heb de expertise aan tafel zitten. De vorm van de demografie in Polen, dat is een peertje. En dan bedoel ik niet het lampje, maar de vrucht, een peer. Dat betekent dat het zwaartepunt van de leeftijd richting de 30 zakt. Ja. En dat is ontzettend positief. Dat betekent dat je veel jonge mensen hebt, die dus werken. Dus het deel van de bevolking wat werkend is, is bijzonder groot. Het jonge deel wat werkend is? Nee, het deel überhaupt wat werkend is. Want op het moment dat je kijkt naar de werkeloosheidscijfer, is het boven de 10%. Dat is hoger dan in Nederland. Dan zou je zeggen, nou, dan werken er veel minder mensen in verhouding dan in Nederland. Dan zijn er dus veel meer mensen werkeloos. In feite is dat niet zo. Omdat
zo'n groot deel van de bevolking tot die werkende klasse behoort, in absolute cijfers, zijn ze veel meer werkend. In Nederland zijn een heleboel mensen officieel niet werkeloos omdat ze met pensioen zijn. Maar feitelijk, maar ze werken natuurlijk niet. Dus het deel niet-werkenden, procentueel gezien, is eigenlijk veel groter in Nederland. Dus mensen die geld uit willen geven, die groeien, die een gezin beginnen, die een bedrijf willen starten, die een huis moeten kopen, die gaan recreëren, is heel groot. Dus als je nu naar een shoppingmall gaat in Poznan, waar je een hele mooie hebt overigens, kan ik aanraden. Mensen gaan daar 's morgens naartoe en komen... Zijn? Ja, die komen daar... Nee, was het maar zo. Die gaan daar 's morgens heen en komen 's avonds terug. Dus mensen werken, mensen groeien, zijn met hun toekomst bezig. En dat merk je aan op alle lagen eigenlijk. De demografie is bijzonder gunstig, eigenlijk een van de beste demografieën. Ook weer voor jullie een reden om daar... Ja, maar ik denk voor ons allemaal. Ik denk dat energie is misschien minder direct daarmee verbonden. Maar de totale consumptie van een land wordt gevoed door het aantal mensen wat toekomst ziet. En mensen die nou eenmaal 65 zijn, zijn minder met hun toekomst bezig. Die willen golfen en vrije tijd. En zijn niet aan het creëren. Dus je moet in de zomer van je leven zitten om echt te bouwen. En als je het hebt over dat creëren, want we hadden het net even over innovatie. En ik zie nu, het komt op gang in de chat, dus dank je wel daarvoor. Even twee vragen die te maken hebben met innovatie. En ik kijk heel even naar jou, Frank, en naar jou, Trudy. Dus kies maar even. Ons bedrijf is benaderd, een vraag van Han Faber. Ons bedrijf is benaderd door een Poolse leverancier van innovatieve verpakkingsmaterialen met als een van de argumenten milieuvriendelijk. Een honingraad karton. Wat is een goede methode om de kwaliteit en de mate van innovatie te beoordelen? Kunnen jullie daar een antwoord op? Hoe beoordeel je de kwaliteit van innovatie in Polen? Van een product en van een leverancier? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Nou, jij overweegt daar te gaan produceren. Dus het zal wel iets zijn waar je mee bezig bent, Rudy. Ja, dat absoluut. Alleen in hoeverre je dat beoordeelt. Ja, kijk, daar hangen natuurlijk heel veel haken en ogen aan vast. Maar wij kijken echt van, ja, waar zijn ze mee bezig? Waar zijn de mensen mee bezig? Hoe kun je dat verder uitbouwen? En als je het hebt over de leveranciers, als leverancier naar Polen toe, dat kunnen wij uiteraard helemaal doen. Dan heb je het vanuit leveranciers vanuit Polen deze kant op. Wij werken ook met een aantal bedrijven nu al samen die inderdaad ons bevoorraden vanuit Polen. En daar zijn ze gewoon met hele innovatieve dingen bezig. En dat heeft alles weer te maken met de universiteiten. En dat vind ik ook een groot verschil in Polen. De universiteit, als ze daar inderdaad met iets ontwikkelen bezig zijn, of ze doen dat, ze proberen dat ook echt de markt in te krijgen. En hier heb je heel vaak de studenten die zeggen van, nou, ik heb iets ontwikkeld. Maar ga ik afstuderen. Inderdaad, en die houden het een beetje in die zin binnen de kamers. Dan stel je voor dat een MKB-bedrijf daarmee wegloopt. En ik vind in die zin... Dus die samenwerking is heel... Vind ik tot nu toe wat wij gezien hebben daar best hecht, ja. Dat is leuk, want dat geeft natuurlijk heel veel kansen. Ja. Andere vraag, dus de mate van innovatie, ja, beoordeel het, hè. Laat de klant ook voor een deel beoordelen, denk ik. Dus het moet gewoon een goed product zijn. Een vraag van Westra weer. In welke mate kun je gezien je personeelsbeleid en het aanbrengen van structuren in Polen op dezelfde manier werken als in Nederland? Nou, dat durf ik te zeggen. We hebben natuurlijk een bedrijf in Polen en ik zeg het met alle respect voor mijn Poolse collega's, waar ik heel blij mee ben. Maar je kunt niet op dezelfde manier werken als in Nederland. Even de belangrijkste verschillen? Het belangrijkste verschil is dat als je met elkaar een goed idee bedacht hebt en besloten hebt om iets te doen, dan verwacht je wij dat dan vervolgens dat wordt uitgevoerd. Dat is gebeurd. Ja, maar halverwege zul je ook moeten bijsturen en zul je moeten bijschaven. Dus initiatieven die wij als vanzelfsprekend beschouwen, van dat doe je dan zelf, die zijn minder vanzelfsprekend in de Poolse cultuur. En ze zullen zeggen, ja, ik heb dat niet gedaan, want ik moest mijn aanpak veranderen. Ja, en daar heb ik natuurlijk geen toestemming voor gekregen nog. Of gevraagd. Dus je ziet dat het initiatief... En houden ze dan vast aan het plan wat ze hadden? Ja, dus je zal de eerste jaren, tenminste dat hebben wij gedaan, met je lokale eigen mensen moeten zorgen dat je ze echt leert dat ze worden beloond als ze initiatief tonen. En als ze een fout maken, dat ze daar niet voor hard worden gestraft. En dat betekent dat je dus dat je ze toestaat om, terwijl ze een professioneel... Ik zit even te denken of wij hier in Nederland harde straffen uitdelen als er iets misgaat. Nou, hard straffen kan bijvoorbeeld betekenen dat je ontslagen wordt. Hè? Ja. In Polen heerst misschien de sfeer dat als je zelf initiatief neemt, dan ben je ook zelf verantwoordelijk. Ja. En als je die verantwoordelijkheid niet neemt, word je misschien wel ontslagen. Is dat een cultuur daar? Nou, ik denk dat wij wat andere ervaring, of tenminste andere ervaring, misschien door inderdaad wat je noemt, hè, de duur dat je bezig bent en de vertrouwen die je hebt in je team. Ik zelf werk vanuit Polen, wel
Dus, of vanuit Nederland naar Polen. Maar we hebben een beetje een zelfsturend team. En er worden hele leuke dingen bedacht. Die we ook weer implementeren in andere landen. Hoe communiceer je met je team? Vanuit Ja, met Linked via hebben we dus, Microsoft Linked. Of Google, Skype. Want er zijn natuurlijk andere methoden dan fysiek aanwezig zijn. Maar, en dat werkt ook. Eén keer in de drie weken ben ik er ook. Ja, dat werkt, absoluut. En ja, als voorbeeld, we hebben bijvoorbeeld, we huurden veel consultants in Polen. En een planner, een architect, die bouwt liever een grote wolkenkrabber in Warschau dan ze een windpark ontwikkelen op het platteland. Dus hebben we onze eigen architecten van de Universiteit Wroclaw in dienst genomen. En dat was een idee van onze mensen zelf. Ook weer die combinatie die Trudy ook aangeeft. En dat is heel leuk. Ja. En dat idee implementeren we nu in andere landen. Want dat is kostenbesparend en kwaliteitsverhogend. Je draagt dat bij aan de economie. Dus wat dat betreft. En dat was een idee die kwam van de Polen zelf. Van het team zelf. Trudy, heb jij al ervaringen daarmee? Of is dat nog meer gebaseerd op de familie? Dat is nog meer gebaseerd op inderdaad familie en omstandigheden tot nu toe. Ja. Maar kun je daar iets over vertellen? Want dat is natuurlijk in de relationele sfeer. Het gaat iets verder dan zaken in het privé ook. Ja. Nee, maar ik bedoel. Maar heb je in de privé sfeer ook bepaalde omgangsvormen waar je rekening mee moet houden? Nee, in die zin niet. Dat ik zeg van heel, heel anders dan hier. Dat niet. Ja, je hebt bepaalde tradities en andere dingen. Maar, noem dus, hè? Bij je geboorte van kindjes, allemaal dat soort dingen waar mensen veel meer aandacht aan spenderen, denk ik, dan hier. Dus een rompeltje sturen is niet genoeg? Nee. Bruiloften. Bruiloften, inderdaad. Die duren drie dagen. Ja, fles champagne is natuurlijk ook niet goed genoeg. Nee. Daar moet je echt heen. Ja en vooral als werkgever zie je dat ze daar veel meer tijd en aandacht aan spenderen. En dat is inderdaad hier een stuk makkelijker als werkgevers. Eigenlijk zonde natuurlijk, maar het is wel belangrijk. Ken je dat ook, Martijn? Ja, het is zeker belangrijk. Wat je ziet is dat ze een hele sterke cultuur hebben. Ja. En die moet je omarmen. En het is ook een hele warme cultuur. Dus het is ook eigenlijk heel makkelijk om die te omarmen. Ja. En de Polen die houden zich daar ook heel erg aan vast. Als je een dame hebt, een vrouw die directrice van een bedrijf is, wordt die voorgelaten. Maar als het toevallig een dame is die schoonmaakt, wordt die ook voorgelaten. Vrouwen worden gewoon altijd voorgelaten. En dat zijn we in Nederland een beetje vergeten misschien. Wat dat betreft, Dus ze hebben echt een hele mooie manier van omgangsvormen, heb ik gemerkt. En in aansluiting, wat jij ook zei, als je ze inderdaad een aantal jaren ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen, dan worden ze ontzettend enthousiast. Dan voelen ze een vrijheid die ze eigenlijk niet hadden verwacht. En dan ontstaat er inderdaad absoluut synergie. Wat ik wel wil benadrukken voor mensen die overwegen om lokaal te gaan produceren, daadwerkelijk een product, dan zou ik ontzettend oppassen met het hebben van een te grote afstand. Dat is niet alleen voor Polen, maar dat geldt voor ieder land. Ik heb de meeste bedrijven zien falen omdat ze geen lokale vertegenwoordiging hadden van hun eigen belang, maar alles hadden geoutsourced. En natuurlijk is outsourcen iets wat ontzettend goed werkt op bepaalde onderdelen. Maar je zal je eigen belang lokaal goed moeten verdedigen. Tip voor Trudy. En dat is in Nederland ook het geval. Als je in Nederland een bedrijf binnenkomt die niemand hier lokaal heeft, dan wordt hij, om het maar op zijn Amsterdam te zeggen, ook gepiepeld. En dat gebeurt in Polen net zo en dat is eigenlijk in ieder land. Ja. A rule of the thumb. Ik denk het wel. We gaan dadelijk nog even praten over het echt, een aantal zakelijke samenwerkingsvormen met Polen, contracten. Heel even kort iets over wet en regelgeving. En daarvoor hebben we weer een polvraag. En die polvraag die wilde ik heel even in beeld hebben. En dan gaan we straks nog heel even op een paar vragen die we hebben binnengekregen. Dus Mark de Pol in beeld, wat is jouw beeld van Polen? Is de polvraag. 1. Een West-Europese economie, een land in opkomst, een onderontwikkeld land of echt een ex-communistisch land? Nou, eens even kijken. Baf, een land in opkomst, een land in opkomst. Even tussendoor, terwijl mensen de poll invullen, heb ik nog een vraag gekregen van meneer Burger, meneer of mevrouw Burger. Die is seat architect van Seat Architects en wil iets weten over de gezondheidszorg. Durft iemand er iets over te zeggen? Zit je daar in? Hangt van de vraag af. Haar vraag is letterlijk, zit er vernieuwing in de gezondheidszorg? Ja, dat durf ik te zeggen. Gezondheidszorg is overigens op veel punten helemaal niet zo heel slecht. Ik heb er toevallig één keer mee te maken gehad, meer in persoonlijke zin. Maar als het opleidingsniveau goed is, heb je ook te maken met gezondheidszorg.
zijn een aantal heel snel groeiende steden waarvan de infrastructuur totaal veranderd is. Bijvoorbeeld een stad waar een nieuwe ringweg omheen gelegd is. En daardoor zie je dat dus er een verplaatsing is van ziekenhuizen. Die dus eigenlijk verkeerd gelokaliseerd zijn. Dus de stad is gegroeid, soms verdubbeld in het aantal inwoners. Maar de ziekenhuizen zijn niet meegegroeid. Dus wat ik mobiele heb, fabriek erin. En bijvoorbeeld, ja. Slopen die handen. Ja, wat ik dus wel zie is dat er op het gebied van gezondheidszorg nieuwe producten worden ontwikkeld in de steden. En wat je ook ziet is dat er veel toerisme is op het gebied van gezondheidszorg. Wat opkomend is vanuit Duitsland. Die naar West-Polen gaan om daar een, zoals wij doen, een gebied te laten verbeteren of een andere ingreep te laten doen. Dus het antwoord is ja, daar zit vernieuwing in. Ja. Even kijken, wat denken jullie dat er uit de poll komt? Ik zal de vraag nog heel even... Ik hoop de middelste, een land in opkomst. Mm-hmm. Nou, gelukkig is dat helemaal bevestigd met 73%. Polen is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Ze moeten nu aan een heleboel eisen en quota gaan voldoen. En milieu, luchtbescherming, flora, fauna, dat komt nu echt, dat wordt echt belangrijk. Daarom heeft ook de ambassade gezegd, nou, we gaan echt een focus leggen op, naast logistiek en transport, op infrastructuur, water en grondbescherming, afvalverwerking. En daar gaat gigantisch veel gebeuren. Jij zit er vanuit windmolenparken. Kun je er iets meer over vertellen, Frank? Ja, er is sowieso die nationale eis natuurlijk, maar er zijn ook de pot van 100 miljard werd al genoemd. Nou, de 72 miljard wordt er beschikbaar gesteld vanaf 2014 tot 2020 voor het verbeteren van infrastructuur, maar ook voor duurzame energie. En daar kun je gebruik van maken. Cool. En dan moet je op tenderen. Dus je moet een verzoek indienen en laten zien dat je het nodig hebt. En dan kom je in aanmerking. Klinkt heel makkelijk, maar ik vermoed dat daar al wat meer bij komt kijken. Ja, natuurlijk. Vaak huur je iemand in om dat te doen. We hebben een kleine organisatie, maar we hebben ook iemand fulltime vrijgemaakt om juist daaraan te werken. Want daar zit... De wind in Polen is wat minder als in de kustgebieden in andere Europese landen. En dus hebben we wat extra nodig. En dat kunnen we dus via die fondsen krijgen. Want je zei net heel kort even, er is een nieuwe energiewet van kracht. Ja. Die gaat binnenkort van kracht. Wat houdt die in? Ja, binnenkort, ja. En dat is wel eens het stropige. Ja, dat is wel vaak wat jammer. De regelgeving is op zich goed en praktisch. En er wordt heel lang over nagedacht, dat is wel een nadeel. En wat stroperig hebben we in de beslissing. Maar ja, de energiewet is nu anderhalf jaar in discussie en maakt dat wij niet kunnen investeren op het moment. Terwijl we projecten klaar hebben om te financieren. En dat is wel heel jammer. En dat is aansluitend op de poll. Wel vervelend, want als dat in Nederland gebeurt, dan zeggen ze, dat komt wel goed. Hè? In Frankrijk ook. Hè? Maar als het in Polen gebeurt, dan is het een communistisch land en Oostblok. En dan heb je een heel ander... Zijn mensen toch huiverig om... En dat is jammer. Ja. Want het is niet nodig. Die nieuwe wetgeving, kun je daar ook nog iets aan toevoegen vanuit jouw hoek? Een concreet voorbeeld kan ik er misschien aan toevoegen. Het slopen van oude gebouwen. Polen maakt een revitalisatie eigenlijk mee van haar gebouwen. Dat is dan waar wij in investeren en ontwikkelen. Dat betekent dat de oude gebouwen worden weggehaald, vaak uit de communistische tijd. Er zit veel rotzooi in, asbest, dat soort zaken. Grond kan verontreinigd zijn. We hebben laatst een project onderzocht waar PCB gevonden werd. Nou, dat is allemaal... PCB? We hebben in Nederland grote schandalen over gehad. Dat is een kankerverwekkende chloorverbinding die in de grond zit. En als je daar toevallig een speeltuin op wil bouwen, heb je natuurlijk een groot probleem. Duurzaamheid was niet aan de orde. Er waren ook geen echte wetten en regels voor. Dus het saneren daarvan, dat moet gebeuren. En die recycling, dat sluit aan op het soort wetgeving waar Frank het over heeft. Dat betekent dat je dus allerlei afspraken nu hebt dat als je een gebouw afbreekt, dat dus op een milieuvriendelijke en duurzame manier moet gebeuren. En dat je zoveel mogelijk moet hergebruiken. Nou, wat wij nu bijvoorbeeld doen is, we hebben ons gericht op oud-militaire kampen bij de grote steden. Dat zijn echt de oude Russische legerbasissen. Ja, die worden vergeten. De mensen gaan daar vandaan. Dat is allemaal rotzooi. We hebben daar ook een plaatje van. Zwarte pagina. Ja, zwarte pagina in de geschiedenis natuurlijk ook van de Polen. En wat wij nu hebben ontwikkeld is een consortium waar we lokaal dus de gebouwen afbreken. De goede materialen recyclen tot aan het beton aan toe. De grond saneren en daar dan een heel nieuw woongebied voor de sociale sector te ontwikkelen. Ja, dit is overigens een ander project dat we gedaan hebben. Ja, vertel. Over de subsidie gesproken, de weg die mensen hier kunnen zien onderaan.
Ja. Die is aangelegd en opgeleverd eind 2011. Op tijd ook nog. Dus het kan wel degelijk. Ja, er moest gevoetbald worden. Dat was natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dit is de weg die vanaf de linkerkant uit Berlijn richting Poznań gaat. Nou, de A2 waar we allemaal regelmatig overheen rijden waarschijnlijk. Ja. Nou, we hebben echt, en onze Nederlandse partners en investeerders hebben direct geprofiteerd van de EU-subsidie. Ja. Dus ik ben heel blij met die EU-subsidie die de Polen krijgen. Want door het opleveren van de snelweg die je daar zag, werd ons project ineens heel goed Want jullie project bereikbaar. Daar boven, volgens mij. Ja, je ziet de rode en blauwe lijn die je zag, die gingen rechtstreeks naar een groot project dat wij nu in ontwikkeling hebben. Ja. En die snelweg was voor ons essentieel. Nou, toen wij dit kochten in 2008, toen was er nog geen weg. En zelfs de Polen vroegen zich af wat we in godsnaam kwamen doen. De weg, nou, jullie kennen die oude weg, die was levensgevaarlijk. Hè? Je moest met je auto de vrachtwagens ontwijken in de sneeuw, zo nu en dan. En die nieuwe snelweg is fantastisch voor de Polen. En ook voor ons als ontwikkelaar. Ontsluit echt weer dat land. Ja, wat gaan jullie doen daar in die vlek? Ja, er komen hier een aantal hotels. Er komt een recreatiegebied. Het is helemaal op recreatie gericht. Waar ligt het in Polen? Want het ligt net over de grens. Als je vanaf Berlijn naar het oosten rijdt, is het eigenlijk... Zit nu even op het kaartje. Ja? Hier. Als je hier de grensgebied, als je daar 20 minuutjes doorrijdt, dan krijg je een afrit. Die heet Torzim. En die ligt strategisch precies tussen Berlijn en Poznań. Ja. En vanwege de centrale ligging is dat een gebied wat op recreatie gericht is. Dus profiteert van Duitsland en van Polen. Ja, dat is een groot Frans themapark die daar de helft van wil gaan ontwikkelen. Niet mijn naam te noemen? Of nou, ik wil, laten we eerst maar zorgen dat ze gaan beginnen met bouwen voordat we beloftes doen. Maar het belangrijkste is... We hebben een scoop eigenlijk. Ja, precies. Ja. Overigens, kleine aansluiting over de overheid en de bereikbaarheid. Of komt dat strakjes nog? Voor dit project hadden we een probleem omdat een deel van de grond naar de wetgeving hoogwaardige agrarische grond was. Ja. En dat beschermen ze met hand en tand. Ja. Dus dat mag je niet op ontwikkelen. En uiteindelijk kwam er dus ook bijval vanuit de Eerste Kamer. Een senator in Polen die echt vond dat gebied moet ontwikkeld worden. En ja, natuurlijk is die grond beschermd, maar er is 20 jaar geen biet verbouwd. Dus dat moet daar ontwikkeld worden. En dan zie je toch dat ondanks de bureaucratie en alle lagen waar Frank het over heeft, waar je doorheen moet, wat echt heel lastig kan zijn inderdaad. Jullie maken veel gebruik van agrarische grond ook, hè? We hebben precies dezelfde ervaring inderdaad. Ja. We hebben bij Wrocław in de buurt hebben we een project liggen waar we al een jaar wachten op een ministerieel besluit voor het wijzigen van de grondbestemming. Want je hebt klasse 3 grond en daar mag je niet mag je geen industrie op zetten. Nou, en op het moment dat je dus echt waarde toevoegt, voor de lokale. Heb je het over, hè? Ja, wat wij hebben gedaan is, bij ons was het stokpaardje werkgelegenheid. Ons project levert een aantal duizenden banen in de toekomst op. En dat heeft het uiteindelijk toch doen besluiten. Maar dan krijg je dus uiteindelijk wel bijval, in dit geval uit Warschau. Omdat mensen toch inzien, dit is de wet, dat is hartstikke goed, maar voor het belang van de ontwikkeling van de regio moet er eigenlijk wel een project komen. En dan komt er uiteindelijk in maart pas, hoor, we hebben er jaren over gedaan, hebben we toch toestemming gekregen. Ja. Nou, we hebben de aanvraag, we waren pas klaar voor de aanvraag 2 jaar geleden. We hebben 2 jaar gewacht. En we dachten dat het is een overkill gewoon, hè, aan de regelgeving dan. En die wordt eigenlijk door Europa opgelegd. En Natura 2000 is ook zoiets. Hè. 55% van de hele Poolse oppervlakte is Natura 2000 gebied geworden. En dat komt gewoon dat Europa zegt van ja, je moet iets doen aan Natura 2000. Dus doen we het in Polen. Dus dan hebben ze, maar de Polen hebben een snelweg door Natura 2000 gebied. En dus zijn op de vingers getikt door Europa. En nu zijn ze het beste jongetje in de klas. Dus alles is ineens afgezet. Je mag geen tent meer neerzetten in het Natura 2000 gebied. Terwijl we daar een windpark ontwikkelen. Nou, en daar hebben ook de ambassadeur bijvoorbeeld ons geholpen. Marcel Kurpershoek is met ons meegeweest in Warschau naar het directoraat van Milieu. En heeft gewoon gezorgd in lijn met wat Bleker hier ook in Nederland voorstelde. Natura 2000 moet je gewoon een windpark kunnen ontwikkelen. En dat is toen ook gebeurd. Als je kijkt, dit gaat echt over infrastructuur, dit gaat over personeel. Ga jij Polen ook, jullie zijn bezig met een nieuwe website, die zal ook voor een belangrijk deel in Pools zijn. Ja. Voor jou ziet die marktbenadering er misschien heel anders uit, omdat jij niet te maken hebt met grote windmolens of stukken beton die je moet vermalen. Hoe ga jij dat doen, naast een Poolse website? Wij zijn inderdaad aan het kijken van wat is de beste richting om die kant uit te gaan en wat zijn de mogelijkheden. Nou, die brengen we nu allemaal een beetje in kaart. En wij hopen in het najaar daar echt een heel plan voor opgezet te hebben. Maar dat zijn we nu echt aan het ontdekken. Ook door middel van zulke soort gesprekken. Maar is het een webshop? Ga je het op die manier? Nee. Wij doen eigenlijk niks als webshop. Want het licht is een beleving. Dus in die zin, je kan een lamp verkopen. Maar als je het echt hebt over grote projecten, wat we ook af en toe doen.
Ja, dat moet je beleven in feite. Want dat gaat over snelwegen, dat gaat over ziekenhuizen? Ja, nou ja, snelwegen hebben wij in die zin niets mee te maken, want wij doen niks aan buitenverlichting, ja, alleen heel decoratief. En ziekenhuizen daarentegen, daar zijn we wel druk mee bezig aan te kijken hoe we dat kunnen doen. Nou, grote winkels, ketens, dat soort dingen waar we dus bij... je gaat aan de projecten van Martijn leveren binnen. Nou ja, misschien moeten we daar tijdens praten. Ja. Ja. We zijn helemaal voor led. Ja. Ja. Ja, dus nee, dat is meer de richting die wij zoeken. En inderdaad, daar in het beginstadium een partner in te vinden. En of dat vanuit de overheid hier is of inderdaad lokale partijen waarbij we eerst aansluiten. Nee, dat zijn nog echt wegen die we aan het bekijken zijn. Ik krijg een paar vragen. Ik denk dat het goed is om die even te pakken. Ik maak er nu even het bruggetje naar online. Die Poolse website, ga je die in Polen hosten? Kun je iets meer vertellen over hoe je dat aanpakt? Een website in Polen? Nee, we hebben gewoon in feite een Nederlandse website die in een aantal talen straks naar boven komt. Ja. En waaronder dus één Pools is. Ja. Kijk, alleen een Poolse website is één ding, maar op het moment dat je een Poolse aanvraag krijgt, moet je hem ook beantwoorden. Dus we hebben eerst gekeken van wat kunnen wij hier in Nederland doen om dat ook netjes af te handelen. En dus dat hebben we nu allemaal kant en klaar. Dus in die zin kunnen we daar los. En dan is de vervolgstap, hoe gaan we dat oplossen? Kijk, want als we inderdaad een aantal standaard dingen hebben... Dan moet je gevonden worden, dat is de volgende stap. Ja, nou ja, dat is inderdaad... We hebben een aantal projecten waar we nu al bij aan kunnen sluiten. Dus ja. We zoeken nu echt voorbeeldprojecten. Want ja, zien is geloven met verlichting. Ja, je wil showcases maken, ja. Daarover communiceren op de website. Ja. En daarnaast is er ook iets als Google in Polen? Uiteraard. Dus daar ga je ook ja. Gewoon zorgen dat je traffic naar je site krijgt. Ja, ja. Nee, we zijn nu echt bezig met de mediacampagne Nederland, Duitsland, Engeland. Zodra dus de website straks de lucht in is. Ja. Kijk, en dan de vervolgstap. Alleen dan moeten we eerst weten wat voor strategie we hebben. En dan dat ook inzetten in Polen. Een vraag van, even kijken, ik begin bovenaan. Remco de Punder, eigenaar van een bedrijf dat onderdelen online verkoopt. Hoe interessant is Polen voor vestigen van een warehouse of kantoor? Dus jij hebt een kantoor daar, Frank. Transport en logistiek is daar heel belangrijk vanwege ook die doorvoer naar de andere landen. Ja. Een warehouse daar neerzetten, is dat interessant? Je zou je markt moeten kiezen. Kijk, het is net als Nederland een hele diverse markt. En om een plek daar te bemachtigen... Zou je waarde moeten toevoegen. Zou je het beter moeten doen dan de rest. Dus het is, je kunt niet zeggen, het gaat goed in Polen. Dus kun je daar een warehouse neerzetten. Ik denk dat het wel een hele goede vraag is. Als je kijkt naar de behoefte. Die behoefte is er zeker. Er is een tekort aan logistiek. Er zijn een heleboel zaken die nog ontwikkeld worden. Er zijn heel veel Nederlandse logistiek dienstverleners actief natuurlijk. Maar dat is dus het punt. Hè? Dus er is wel groei. Alleen er zijn wel... Nou, weet ik niet. Ik denk dat er gewoon heel veel nodig is. Maar ik denk dat als je je positie daarin wil bemachtigen... dat je dus een heel specifiek product moet... en een hele specifieke plek moet weten te selecteren. En daar je moet specialiseren. Iemand die gespecialiseerd is in kantoren en warehouses in Amsterdam... die weet misschien ook niks van Rotterdam. Ja. En dus je zal echt een plekje moeten zoeken in Polen... waar je dan je product wil gaan leveren. Je kunt niet ervan uitgaan dat ze het nodig hebben... en dat je het, als je het ergens in Polen bouwt, dat het dan goed komt. En dus ja, ik denk dat je toch in de auto zou moeten stappen... en daar naartoe moeten rijden. Ja. Je hebt natuurlijk wel industriële centra. Hè. Zoals bij Wrocław in de buurt hebben we, of bij Poznan, bij Lodz. Kijk, daar kun je gaan kijken en je moet je markt opzoeken natuurlijk. En daar zit ook een gunstig investeringsklimaat. Ja, en ik denk een warehouse in Polen is wel handig. Want heel veel wordt gewoon, van de West-Europa gewoon hebben logistiek naar Polen gebracht. He, zonder dat er echt opslag is of een warehouse waar je dingen zelf kunt betrekken. Ik denk dat wel een kans zit. Ja. En is het dan denk je goedkoper ook om het daar neer te zetten? Want dat is natuurlijk, is opslag goedkoper in Polen? Nou, ik denk dat alles net iets goedkoper is in het Westen. Dat geldt voor arbeid, dat geldt voor het bouwen van infrastructuur of huizen of wat dan ook. Ja. Als je het hebt over goedkoper en over geld, dan sluiten we aan op de vraag... is het verstandig om in Polen te gaan werken met Nederlandse banken en financiers? Want ja, je moet geld hebben, moet investeren. Nee. Nou ja, ik bedoel, ik ben cliënt bij de ING, dus ik hoop dat ze niet meekijken. Maar dat hebben ze zelf ook toegegeven. We hebben een hele goede relatie met de ING, die heel groot is in Polen. En heel groot geweest. We hebben ook veel van de positie moeten afbouwen daar. Door verkeerde investeringen, maar ook gewoon vanwege het beleid wat in Nederland nu gevoerd wordt.
Een bank mag niet meer een partner van een ondernemer zijn. En ik denk dat dat het grote probleem is van de meeste ondernemers die misschien nu kijken, meedoen. En ik denk ook van mensen hier aan tafel. Is dat we heel veel met privaat kapitaal moeten gaan werken. Dat is interessant wat je zegt. Want banken, als je nu naar de radio, Rabobank, ING, wij zijn jouw partner in het buitenland. Jij zegt het tegenovergestelde. Nou, ik denk wel dat de Rabobank een van de meest internationale van het rijtje is. En dat er absoluut wel mee te werken valt. Ik denk alleen dat de beperkingen die ze hebben vanuit de richtlijnen. Ja, ik denk dat dat problemen opwerpt. En wat je ziet is dat er dus wel de wil is bij lokale afdelingen en directieleden om zaken met je te doen. Maar een bank is er niet om krediet te verschaffen. Een bank is er om een partner van een ondernemer te zijn voor lange termijn. En dat model, dat is overboord gegooid. Het is eigenlijk een soort hypotheekmodel geworden. En een ondernemer kan geen bedrijf neerzetten binnen het model wat wordt gehanteerd binnen hypotheken. Dus alleen maar voor bedrijven die heel veel reserves hebben. Die zouden eventueel aan een krediet kunnen komen. Moet je afvragen of je dat wil. Dus wat je nu ziet, is dat grote investeerders, dat zijn fondsen, maar dat zijn ook particulieren, hele vermogende equitypartijen uit het buitenland, dus niet per se uit Nederland, verschillende landen, hun weg naar Polen gevonden hebben. En over Polen wordt veel positiever in New York gesproken dan in Nederland. Dus je moet daar staan met een paar goede projecten, want zo doe jij het ook, Frank. Ja, wij hebben bijvoorbeeld Engelse infrastructuurfondsen hebben geïnteresseerd in Polen. Terwijl je zou verwachten dat je in Nederland dat ook zou kunnen krijgen. Banken zie je inderdaad een verschuiving van internationale banken die actief waren in Polen en ook leenden voor projectfinanciering. Maar dat verschuift steeds meer naar Poolse banken. Ook omdat die de lokale markt goed kennen. Noem eens een paar Poolse banken. Brebank. Ik zit er helemaal niet in. Maar... Ik denk dat je voor iedereen. Want je hebt ook sectorbanken. Dus je moet daar een beetje mee oppassen dat iedereen naar één bank gaat. Want het verschilt per sector. Maar wat je vooral ziet is als je naar een stad gaat waar je graag zaken wil doen. En je gaat daar in het zakencircuit je begeven. Dan vind je vanzelf de banken die actief op zoek zijn naar projecten, die dienen zich daar absoluut aan. Dus als je een plek kunt vinden via een handelsmissie of anderzijds, die vaak ook goed georganiseerd worden, dan zie je dat de banken die bereidheid hebben en kapitaal om te investeren, die melden zich daar ook gewoon wel. Even een leuk bruggetje naar die sectors, dankjewel. Ja. Volgende poll die ik even in beeld zou willen hebben is in welke van de volgende topsectoren ben jij? Dan is dat even de vraag aan jullie. In de virtuele zaal ben jij of wil je actief zijn in Polen? Is dat in de weg- en waterbouw, in de bouw, in de energie, in de land- en tuinbouw of in de high-tech? Even kijken wat er gebeurt. We hebben natuurlijk vandaag een oververtegenwoordiging in de energie en in de bouw. Je zit in de duurzaamheid, maar jij produceert eigenlijk. High-tech IT. High-tech IT zouden we kunnen zeggen. Hè? Laten we hem daar maar even neerzetten. Kijk, jullie zien natuurlijk niet wat er gebeurt. Dat ga ik dan even verklappen. Nee. Nee, sorry. Ja. We hebben veel bouw, 47%. Die kabbelt weer even terug naar 34%. Bouw en high-tech. Bouw en high-tech is wat er het meest voorkomt. High-tech en bouw. Investeerders vinden, zijn er nou in Rusland, of in Rusland, maar nou in Polen, een aantal gebieden aan te wijzen waar die verschillende sectoren meer of minder vertegenwoordigd zijn? Als je kijkt naar high-tech, waar zit dat nou meer? Is dat toch in Warschau waar veel grote bedrijven heen zijn gegaan in het verleden? Nou, met het hoofdkantoor vaak wel, maar niet altijd. Je hebt natuurlijk een aantal fabrieken van Dell die op andere locaties zijn. Woods is heel sterk in opkomst als plaats. Hè. Ja. Dus je hebt zeg maar de wat grotere steden waar je dergelijke ondernemingen veel gaat terugvinden. En dat is eigenlijk hetzelfde lijstje tussen Warschau, Poznan, Woods, Wrocław, Gdansk, Krakau. Ik zet er heel eventjes de. Noem er eentje die ik nog niet had gezien. Ja. Woods, waar ligt dat? Dat ligt net ten oosten van Poznan, op de weg eigenlijk naar Warschau. Poznan? Nee, je gaat voorbij Poznan, dan volg je de weg. Ja, de kaart is voor mij heel ver weg. Ik zal even een beetje. Het is dichter tegen Warschau, man. Ja, het is als je de weg volgt vanuit Poznan richting Warschau. Hier, het is met een L. Ja. Lots. Ja. Ja, Lots. Ja, ik zeg het op zijn. Probeer het op zijn Pools te zeggen. Maar. Lots, hier zo. Ja. Dus. Dat is eigenlijk het ligt dus wel redelijk van elkaar verspreid, moet ik zeggen. En dat zijn eigenlijk de grote hubs waar veel high-tech en IT bedrijven zitten. En ook de bouw zich concentreert, omdat daar gewoon de grote ontwikkeling plaatsvindt. En toch zit jij, Frank, in de
In de Uithoeken. Ja, dat komt er, wij zoeken ruimte. Voor een groot windpark heb je zeg maar 1000 hectare nodig aan grond. En die vind je niet vrij buiten de bebouwing. En dus ja, wij zoeken ruimte en wind. En dat was met name in het begin in het noordwesten, waar de meeste wind stond. Later zijn we afgezakt naar het zuiden, omdat er de betere infrastructuur was, wat het elektriciteitsnetwerk betrof. En ja, de windmolens worden steeds technisch veel beter. Kun je nou echt een bijdrage leveren aan dat duurzaamheidsvraagstuk, Frank, vanuit wat jullie doen? Of is het een druppeltje op een groeiende plaat? Ja, kijk, de branche wind doet dat zeker. Hè. En ik denk van de 20% of 15% doelstelling 2020 van Polen, hè, dat zo'n 10-12% uit wind moet komen, wind op land. Dus dat is heel groot. Ja. Dus wat dat betreft liggen er heel veel kansen. Maar er zijn ook steeds meer spelers actief uit alle landen. En dat komt door dat economische groeiklimaat, maar ook doordat het een enorm grote markt is. En al de eerder genoemde voordelen van goed opgeleide mensen en dat soort dingen. Als je kijkt naar het winnen van dat soort projecten, want jij noemde net al, hè, vanuit de energiewet en de energieopportunities schrijf je in, een soort aanbesteding. Hoe doen jullie dat? Wij hebben eigenlijk een andersom strategie gevolgd. Wij zijn echt heel lokaal zelf gegaan. Dus ik heb mijn rugzak omgedaan en met een Poolse medewerker waar we al langer mee werken, zijn we echt op pad gegaan naar de beste plek. Dat is ook een beetje anders omdat wij de locatie voor ons essentieel is. En een goede locatie vind je niet door met belangrijke mensen te praten, maar een goede locatie vind je door te gaan kijken en door te kijken hoe de infrastructuur zich ontwikkelt. Dus voor ons is dat echt een reis eigenlijk van een half jaar of een jaar, waarin je een gebied leert ontdekken. Dan ga je wel naar de cijfers kijken uiteraard, van nou, hoe gaat zo'n stad zich verder ontwikkelen en waar zijn woonwijken nodig. Maar dat is vooral heel veel daar zijn. Zo doe jij het ook, Trudy? Want jij moet natuurlijk uiteindelijk... Wij moeten straks die kant uit natuurlijk, maar... wat ik net zei, in ons bedrijf hebben wij gewoon een cultuur dat we duurzaam zijn qua producten en alles. Maar we willen ook graag duurzame relaties opbouwen. En in die zin, daar zijn we in Duitsland wel eens een keertje mee de mist in gegaan. Maar dat we inderdaad liever daar naartoe trekken en de mensen leren kennen en de ontmoetingen hebben. Om te zorgen dat je daar iets duurzaams op kan bouwen. Dus in die zin voel ik meer voor... Aanpak dan. Dat is een beetje een misverstand, denk ik. Ja. Want exact dat doen wij hetzelfde. Wij zijn juist in het noordwesten begonnen, heel lokaal. En zijn daar projecten gaan zoeken. En de rugzak ken ik, want dat doen wij ook. En we zoeken ook in ons team zijn mensen die in de rugzak letterlijk gewoon boeren afgaan en landeigenaren om grond te acquireren. Of in ieder geval te zorgen voor een pachtcontract waarop we 30 jaar een relatie hebben met zo iemand waar we dat park gaan ontwikkelen. Dus wij werken juist super lokaal. En dat is ook de reden dat we en in Stettin en in Wrocław zitten. Eigenlijk hebben we het nu over de laatste onderdeel van ons webinar en dat is de partners en samenwerking. We zijn nu aan het kijken hoe je de markt dus in Polen gaat betreden. Dat is ook de laatste poll voor vandaag. Hoe wil je de Poolse markt gaan betreden? Als vraag even die we nu willen gaan aansnijden. Volledig zelfstandig. Ik bereid mijn activiteiten langzaam uit aan de Poolse markt, zoals Trudy dat nu aan het doen is. Ik zoek samenwerking met Poolse agenten en distributeurs. Ik zoek aansluiting bij Poolse branchegenoten, samen met andere Nederlandse bedrijven in een consortium of ander samenwerkingsverband. Een beetje zoals Martijn het doet met de mobiele fabriek, consortiumpartij. Ja. Kijken wat er gebeurt. De poll komt nu in beeld, dus die gaat lopen. Trudy, als je kijkt naar de sector waar jij in actief wil zijn, hè? Je noemde net de zorg. Ga je het zelf doen? Ga je het met partners doen? Zoals bijvoorbeeld Martijn. Ga je lokale partners vinden? Hoe ga jij je product daar, die ledlampen, aan de man brengen? Nou ja, wat ik eerder ook al aangaf, die wegen zijn we nog een beetje aan zoekende daarin. Ben je op ideeën gekomen? Ja. we hebben want buiten de zorg zitten wij ook heel sterk in de agrarische sector. Daar hebben we een speciale lamp voor ontwikkeld. Ja. En in die zin is het gewoon veel handiger om in die sectoren een partner te vinden die daar echt al lokaal in actief zijn. Dus die stallen bouwen, die daarin uitbreiden. Er zit iemand naast je, die komt bij boeren, heb ik net gehoord. Ja, daarom. ik neem hem beide hier aan tafel straks. Ideale sector. Ja. Nee, en dat hebben we in Nederland ook gemerkt, dat boeren, die hebben toch een vast netwerk, een vaste installateur, allemaal dat soort dingen. In Polen is nu de verwachting, na alles wat we een beetje gehoord hebben, dat hetzelfde is. Dus dat we daar heel veel met de lokale partijen.
Nou, een ziekenhuis bouwen is natuurlijk een heel ander iets waar je dan tegenaan loopt. En dan kun je veel meer aansluiting vinden bij projectontwikkelaars en dat soort partijen. Speelt de ambassade en het postennetwerk hier nog een rol voor jullie? Nou ja, daar zijn we nu mee bezig om daar ook connecties en ingangen te krijgen. Om inderdaad ook te zoeken van ja, wat, jij, wat jij is gaat het beste... de zakenpartners kennen en ervaren vanuit www.veroverdenieuwmarkt.nl. Ja. Martijn, een vraag aan jou. Je bent ook equity investeerder. Je investeert in bedrijven vanuit jullie organisatie. Waar let je nou op als iemand naar je toe komt met een plan om in Polen te gaan investeren? Allereerst zijn eigenlijk drie belangrijke pijlers waar wij naar kijken. De eerste is de marktselectie. Waarom denkt iemand in een bepaalde markt zijn positie te kunnen bemachtigen? Ja. Als je zegt, nou, dit is een product wat goed loopt, dus daar ga ik in. Dat betekent nog niet dat je daar je plek kan vinden. Dus je moet een hele specifieke plek kunnen aanwijzen binnen een segment of op een locatie, afhankelijk van het soort product wat je hebt, waar je je op gaat richten. En hoe algemener het wordt, hoe minder geïnteresseerd wij over het algemeen zijn. En hoe specifieker, hoe meetbaarder ook. Dus je marktselectie moet je heel goed kennen. Als jij appels gaat verkopen, moet je me kunnen vertellen welke appels je gaat verkopen en wie jouw specifieke doelgroep is, waar je appels aan wil verkopen. Waar ben je de beste in? Dat is eigenlijk de vraag. Waarom ga jij iets wat je bijvoorbeeld in Nederland al doet, naar Polen brengen? En dat moet dus niet, dat zeg ik, niet opportunity driven zijn, van ik ben een kanszoeker. Ja. Nee, ik heb een product, ik weet dat dat goed is en ik denk dat ze dat daar nodig hebben. Het tweede is, hoe ga je echt waarde toevoegen? De tijd dat waar je ook mee kwam. Hè, vroeger had je, als je met een koffer met mooie westerse producten kwam, dan kon je daar in Polen dezelfde dag nog vanaf. Maar die tijd is lang achter ons. Polen is gewoon een ontwikkeld, democratisch land. Als je geen aantoonbare waarde toevoegt ten opzichte van de andere partijen, dan ga je niet winnen. Dus wat is jouw? Dat is jouw gevoel toegevoegd. Internationale landen. Absoluut. Je zal echt je positie. Het is gewoon een volwaardig land waar je moet concurreren. Dus je moet echt waarde kunnen toevoegen, het beter kunnen doen dan de anderen. En hoe ga je geld verdienen? Dat betekent, wat is jouw verdienmodel? Als jouw verdienmodel is, ik heb 70% van de bank nodig, ik heb 28% subsidie nodig. En dan wil ik graag van jou nog die 2% financieren, maar je wordt als laatste betaald, dan doen we niet mee. Dus de tijd dat geld goed beschikbaar was, is voorbij. Dat betekent dat je in mijn ogen een hoge margeproduct zal moeten vinden, waar je ook zonder hoge financiering je geld mee kan verdienen. Als je zo'n model kan vinden in een markt waar jij waarde toevoegt en waar jij je plekje kent, dan denk ik dat je in Polen heel veel geld kunt verdienen. Rudy, even de toets. Drie punten. Nee, we gaan voor alle drie. Ja. Nou, geslaagd. Goed zo. Hoge margeproduct. Ja, we hebben onze marktsegmenten in die zin heel duidelijk. Kijk, ledverlichting is natuurlijk een heel algemeen begrip. En wij hebben ons op een aantal niche... Gezondheidszorg. In de agrarische sector. We hebben echt op een aantal niches gewerkt. En voor die niches ook specifieke producten ontwikkeld. Dus als je iemand op een bankaar onder een lamp doorlegt, dan wil je dat die lamp heel anders is dan op het moment dat je in een agrarische stal staat. En daarin hebben we zelfs nog het onderscheid wat voor dier leeft eronder. Dus we maken een verschil tussen kippen, runderen en andere dieren. Dus we hebben het licht echt afgestemd op die partijen. En dus die markt hebben we kant en klaar. Nou ja, onze achterban qua financieel hebben wij... In die zin ook goed op orde. Het ligt eraan natuurlijk hoe groot de projecten gaan worden. Ja. Komen er misschien andere dingen om de hoek kijken. Maar tot nu toe is dat gewoon goed geregeld. En ik denk dat en wij... En de markt ken je ook. Daar zijn we nu druk mee aan te verkennen, ja. Frank, even voor jou als laatste. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met samenwerkingsverbanden in het Noordwesten en ook met lokale ontwikkelaars. En, maar ja, die kennis hebben we gebruikt, want de marge gaat natuurlijk naar beneden als je hem ook moet meebetalen. Ja. Die ervaring die we opgedaan hebben, die hebben we gebruikt om nu in het Zuidwesten onze eigen projecten te ontwikkelen. En wat ik al zei, we insourcen nu. We gaan onze eigen consultancy doen. En misschien gaan we dat ook wel in de markt zetten. Maar in ieder geval zorgen we dat we net iets beter zijn als anderen, net iets sneller zijn dan anderen. En dan win je. En bij ons is, als je vergunning hebt, ja, dan ben je al klaar. Dan is het alleen nog, kan je nog extra subsidie erop krijgen. Dat helpt dan. Maar als je project gerealiseerd hebt dan, en je vergunning is er, dan hoeven we geen zorgen te maken over de marge. Even nog de uitslag van de poll, want die heb ik nu niet nog. Jullie zeggen eigenlijk alle drie, zorg voor die lokale vertegenwoordiging, ga dus ook zelf.
Uitslag van de poll is dat er vooral wordt samenwerking gezocht met Poolse agenten en distributeurs. En dat is 56%. Ja, doe een goede screening, zou ik dan zeggen. Ja. Nou, dat is het allermooiste bruggetje wat je me kan geven, Martijn. Want dit was het webinar Polen. Volgende week volgende week maandag volgens mij om 12 uur hebben wij het webinar Handelspartners. Dan gaat er dus alles over het vinden van die betrouwbare handelspartners. Hoe doe je die screening? Hoe ga je nou in een nieuw land op zoek naar een goede betrouwbare handelspartner? Daar hebben wij te gast Dirk-Jan Koostra, directeur van Pontis Engineering, en Philip Koekkeijs, business development manager van Trade Tracker. En zij doen met name dus het onderzoek naar betrouwbare handelspartners. Je kan je aanmelden via mkbservicedesk.nl. En als je dat doet, ontvang je, en ik weet niet of die in beeld komt, in ieder geval dit boek, Polen, en of een kopie van het boek Internationaal Ondernemen. Dit webinar werd mogelijk gemaakt door TNT Express, onze partner in de campagne www.voorovernieuwemarkten.nl. Ik dank mijn gasten Martijn, Trudy en Frank voor jullie enorme bijdrage en levendige discussie over ondernemen in Polen. Het gaf echt diepgang. Dank jullie wel. En de chat blijft nog open een kwartier. Dus heb je vragen aan Trudy, aan Frank of aan Martijn, dan zijn we er nu nog om die vragen te beantwoorden. Dus doe dat vooral. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. En gelieve de enquête die wij dadelijk live zetten even in te vullen. Zodat wij weten of we een leuk webinar hebben gehad. Dank jullie wel en dan was tot volgende week.